Ja, we zijn er! Horen jullie ons? Het is een beetje winderig, dus kom, we gaan snel naar binnen, want anders... Maar we hebben een heel belangrijke mededeling. We zijn namelijk open. Deur dicht. Wat een wind, jongens, wat een wind. Bol. Nou jongens, we zijn open. Dus ik wilde jullie nog even meenemen nu, door wat we ervan gemaakt hebben. Dan hebben jullie een beetje indruk. En we hopen natuurlijk dat iedereen erbij is aanstaande zondag op het openingsevenement. 10 uur 's ochtends tot een uurtje of 6 's avonds. Of wanneer we allemaal dronken zijn. Nee, is een grapje natuurlijk. Boy is er ook bij. Uiteraard. Onze geluk er niet op. En... deze is er ook bij. Even kijken, hoe ga ik hem draaien? Deze jongen is er ook bij. Onze huisstijl. Ik ben er heel blij mee. Zullen we een rondje maken? Ja. Of heb je nog iets te vertellen, boy? Nee, super. Een jaar, denk ik, een jaar zijn we bezig geweest. Een jaar, ja. Een jaar in ons hoofd, gedachten, plannen, toestaande. En dan nu maart zijn we open. Super vet. Ja. Hebben we heel veel zin ook in. Februari net niet gehaald, op 2 dagen na. Maar we zijn nu officieel open, dus je zou nu al langs kunnen komen. Je zou met ons al een leuk biertje kunnen drinken of een mooi product kunnen uitzoeken hier. En dan gaan we lekker aan de slag. Dus ik ga hem even draaien en dan ga ik even een rondje maken. Hey. Nou, we beginnen bij Asado, dat is natuurlijk nieuw. Houtskool staat al klaar voor aanstaande zondag. Een hele uitgebreide assortiment van Napoleon hebben we staan. Oh, ik zou bijna overheen lopen, maar we hebben heel veel open vuur. We hebben een bank, ook heel belangrijk. We hebben Art of Flame, de nieuwste modellen met luchtregeling. Een mooie vlakke kookvlak. Napoleon, Napoleon, Napoleon. We hebben de braai uiteraard staan. Alle accessoires die je maar kan bedenken voor de braai. We hebben pellet smokers. Diverse merken. Grillguru, Green Mountain Grills. Alleen nog geen pellets, maar die zouden morgen binnenkomen. Kamado Joe uiteraard. Het Kamado landschap hier. Het Kamado landschap. Ik heb ze nog niet verteld, maar volgens mij hebben we iets van 30 Kamado's hier staan in totaal. Dus, de nieuwste Bastards. De nieuwste Bastards uiteraard, ja. Ziet er echt gelikt uit. Maar dat jullie zondag ook allemaal zien. Ja, precies. Dit is mijn... of dit is het kantoor, maar dat is nog niet helemaal af. Uiteraard is de eerste showroom, hè. En waar zullen we nu eens naartoe lopen? Green Egg. Natuurlijk een hele belangrijke merk voor ons. We hebben er echt iets moois van gemaakt. Mooie achterwand. Mooie buitenkeukens van Bart Food Factory. De Two Kitchen hebben we uiteraard staan. Allerlei soorten buitenkeukens. Modulaire outdoor systeem. Uiteraard de allergrootste, de XXL. Super vet. Ook een mooi eikenhouten / betonnen meubel hebben we hier staan. We hebben O4. Met een leuke hoek. We hebben kacheltjes van bonfeu en vuurschalen. We hebben cooking. Eigenlijk te veel om op te noemen. Hier komen we een beetje bij de accessoires. Ginec. Sorry. Grillpro. Smoke Flavors, Kamado Joe. Bastard. Allerlei zaken. En dan komen we nu in de keuken / smaakhoek. Allerlei soorten rookhout natuurlijk. Temperatuurmeters, sous vide. Olie, azijn. Rubs, sauzen, marinades. Ons proefbankje. Zo. Allerlei soorten boeken. Boeken, boeken, boeken. Heel veel boeken. We geven ook workshops hier, zoals je ziet. Dan komen we hier eigenlijk in de keuken. Nu is je nog mooi netjes, helemaal clean. Nog nooit gebruikt. Super. En dan lopen we zo achter Boy aan de workshopruimte in. Waar het feestje echt kan gaan beginnen. Hier hebben we een mooie tafel waar we met z'n allen aan kunnen eten. Hier de echte workshopruimte. Afzuiging erin. Dat we niet te veel rook inademen. Hier kunnen we dan lekker staan kokerellen met z'n allen. Super mooi. Allemaal nieuwe Green Eggs hebben we natuurlijk gepakt.
We hebben ook hier de braai staan. We hebben de oven hier staan. Ja, en de rest is nog een beetje een rommeltje, maar dat moeten we nog even opruimen. Even omdraaien. Yes. Hierachter zitten natuurlijk nog alle magazijnen, maar die zijn nog niet echt toonbaar voor het publiek. Die zijn echt nog een rommeltje, maar dat trekken we nog even strak. Nogmaals, aanstaande zondag van 10 tot 6 ons openingsevenement. Dikke acties, hoppa. Acties, welke acties hebben we, boy? Sowieso heel veel houtskool. Er zijn 10 pillers binnengekomen, die mogen op zondag, dus we hebben dikke knallers. Baskets, oude modellen, ook in de opruiming, nog een paar van staan. En de rest gewoon komen, allemaal een verrassing. Gaat iets moois worden. En de Greenneck oude modellen? Van de workshop? Bijna niet. Oh ja, nou uiteraard. Zullen we er even naartoe lopen? Boy, zou het bijna vergeten. Voor iedereen die een workshop wil, ons even gevolgd. Er zijn de nieuwe workshoptafels nog. Die mogen ook uit. Want zoals gezegd, we hebben lekker nieuwe RVS meubels, allemaal nieuwe Greenecks. Dus dan kunnen we die ook opruimen. Dat was wel zo'n beetje. Ja. Heeft er iemand nog iets te liegen? Niet echt, denk ik. Nee, volgens mij ook niet. Nou, dan ga ik hangen. Dan sluit ik af met iets heel moois. Hoppa! Dan weten jullie ook hoe Boy er vroeger uitzag. Ga er eens bij staan, Boy. Oh, dan moet ik even mijn buik in houden, anders valt het heel in. In dezelfde pose. En het echt. Ja, serieus. Het is hem echt, het is hem echt. Top jongens. Allemaal jongens. Tot zondag. Ja. Ontzettend veel zin in. Arrivederci. Doei.